Hoi, ik ben Rodney en dit is mijn broertje Wesley. Klopt, en ik ben Wesley en dat is mijn broertje Rodney. Klopt, wij staan bij het huis van Shirley. Shirley is heel erg girly. Ja, en de ogen zijn helemaal prachtige kleurly. Alleen Shirley is compleet in lovely met haar goudvis Goldie. Hoi Shirley, als jij op vakantie gaat, hè, over 2 weken, wie past er dan eigenlijk op Goldie? Want wij hebben gratis vissen op ons service. Helemaal gratis en voor nothing. Echt waar? Ja. Oh, Rodney en Wesley, dat zou echt geweldig zijn. Wesley en Rodney! Oké, niet te veel voeren, op tijd water verversen en stuur elke dag een foto van Goldie, oké? Doei, doei Shirley, fijne vakantie, hè? Wees lief voor haar huisdier, dan gaat de rest van selfie. Oh, Rodney, Shirley wil een foto van ons met Goldie. Vannacht droomt Shirley niet alleen van Goldie, maar ook van de two brothers and nobody others. Hij staat er niet op. Oh, Goldie. Goldie moet iets meer richting het glas. Ja, kijk. Ja? En nu? Ja, hij staat er wel op, maar niet heel erg duidelijk. Goldie, even deze kant op. Look up. Het werkt niet. Hij werkt niet mee. Nou, schiet nou op, Rodney. Ik kan niet meer op het knopje drukken, Wesley. Dit lukt niet. Rodney, never give up niet. Wesley, de man heeft een plan. Kijk, Rodney. Je googelt goudvis. Nou, dan die goudvis even uitknippen. Kijk, en deze plakken we op het glas. En dan maken we selfie. Yes, gelukt. Ik stuur hem naar Shirley. Ah! Oh my dog. Het is Shirley. Dek op, dek op. Hallo Shirley, met Wesley. Wat? Niks, het gaat toch helemaal okidoki met Goldie? Maar dat is Goldie niet op die foto. Goldie heeft een veel grotere staart. Oepsie poepsie, er zijn natuurlijk veel meer soorten goudvissen. Wat hebben jullie met Goldie gedaan? Is ze dood? Nee. Meteen de eerste dag? Ik kom nu naar huis en ik hoef jullie nooit meer te zien. Nee. Wesley, ik geloof dat we weer compleet achter het net vissen. Wat betekent dat nou weer, Rodney? Dat ons plannetje totally in the water is gevallen.